Yo, kijkers van IMT, we hebben een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. We gaan eens even kijken als we alle achievements die nog kunnen halen, afgelossen lening en minimale pretparkwaarde van 50.000. Ik was vorige keer bezig om die parkwaarde omhoog te krikken. Zoals je ziet, is het richting de 50.000 gaat die. En dan moet ik minimaal zoveel voor doen. Een stukje bijna een leningstuk van de lening af kan lossen. Dus dat wil ik eerst even snel gaan doen. Tijd gewoon even sneller zetten. Ik had zo'n gevoel dat ik een kuip moet boeren, maar daar viel ik wel best wel mee. Oké, in ieder geval, we moeten nog zeg maar ruim 100. Never mind. Ik heb een hele berg ervan af. Oh, dit is een gebouwde achtbaan van mij. Die een beetje geld in het laadje brengt. En alleen kan ik met ieder moment een stukje afbetalen. Prachtig. Dus dat betekent dat dus bergen. De rente over lening. Dus hier dus 51, hier dus 47. Dus dat betekent dat Hubi zo verder omlaag gaat. En dat is op zich heel erg fijn. Lijkt iets wat we heel hard nodig hebben. Dus ga ik nu een nieuwe attractie hier bouwen. Deze zou ik best wel graag willen hebben. Volgens mij hadden die toch al? Nee, nog niet. Deze die kost 800. Dat vind ik iets te veel voor nu. Ja, die lasso heb ik. Dinosaurus draaimolen. Why not? Why not? Nee. Jammer dit. Je hebt niet genoeg geld om deze actie te kunnen doen. Dan gaan we eens testen. Prijs een klein beetje omhoog naar 2 euro. Nou, ik vind het helemaal mooi. Openen die app. Hoe hoog is het parkwaarde op dit moment? Kijk, bijna hoog genoeg om tenminste één doel te halen. En het liefst nog wat meer attracties willen hebben. Die trampoline is lekker op zich wel zo grappig. Oké, best een Wild Wild omgeving. Kom maar hier bouwen. Heel mooi, zo doen. Hier is een voetpadje hebben. En dan doen we die daar. Ja, als mensen snappen dat het een ingang is. Prachtig. Er staat een prullenbakje voor. Zal echt zich een worst wezen. 1,50 van trampoline vind ik op zich wel voldoende. Er is een monteur in de buurt. Oké, dan. Nou, nu dus wel. Even zien. We maken nu dus wel winst. Dat is in ieder geval heel prachtig. Kijk, hoe zit het met de parkwaarde? Ik zit nog maar 50.000. Alleen af te lossen lening moet ik alleen nog. Oké, dan. Maar dat is zo geregeld. Af te lossen lening. Op een gegeven moment gaat het gewoon heel hard. Die 7000 heb ik gewoon nu behoorlijk snel binnen, want ik heb nu steeds meer attracties. Hoe meer attracties ik heb, hoe meer geld ik krijg. Aan de hand van hoe meer geld ik krijg, hoe beter het gaat. En hoe sneller. Dus ik ga nu gewoon voor zorgen dat ik wat meer geld binnenkrijg. Gewoon ook deze attractie hier neer te plempen. Even een beetje draaien. Kijk, het is misschien best wel een grote attractie die best wel wat geld in het plaatje kan brengen. Nou, 2 euro vind ik best wel goedkoop, 2,50. Een hele mooie prijs. Zal het thema blijven. En flop. Openen die meuk. Zou ik best wel wat mensen naartoe gaan. Als mensen tenminste willen komen. Ja, er komen er een paar. Woehoe, er zijn er een paar. 3 stuks. Kijk. Ze hebben geld uitgegeven, dat is precies wat ik wou. Weer een klein beetje geld erbij. Dit is precies wat ik nu moet hebben eigenlijk. Om zo snel mogelijk die lening af te kunnen betalen. En dan moet ik nog een parkwaarde hebben van 75.000. En als ik dat voor elkaar heb, dan ben ik een heel eind op weg. Dus dan komt die wel 2 achtbaren van minstens tijdlevel minimaal 4. Heb ik dat? Dat is even de vraag. Ja, die is 4. En deze is 7. Oh, deze scheelt echt niet veel. Helemaal mooi.
Oh, dat is ook weer, net weer 800, zag ik. Dus ik zou nu een nieuwe attractie bij kunnen bouwen. Een Wild Westwiel. Dat is wel grappig. Ga eens kijken. Voor 2 euro mag iemand erin. Die parkwaarde die is alleen maar aan het stijgen op dit moment. Gewoon zo heerlijk is dat. Dat parkwaarde alleen maar omhoog gaat. Echt, heerlijk. Kijk, als je gewoon ziet hoeveel geld hier gewoon binnenkomt op dit moment. Kijk, de attractie heb ik nu alweer terugverdiend, deze. En dat is het leukste eraan. Wat vinden mensen hier nou van? Ik wil nog een keer. Oké. Mensen zeggen niet dat het te koop is. Ik hoop niet dat het te eng is. Are you seriously? Oké, wacht even. Ik kan bijna een stuk van de lening terugbetalen. Kom dan. Woehoe, weer minder rente. Houden iedere maand weer meer geld over. Exactly what I want. Oké, ik heb al zo'n snoepjeskraam. Dat is prachtig. Ik heb niet genoeg geld. Maar waar ik ook zo'n extra snoepjeskraam erbij hebben. Dit levert dus gewoon heel veel geld op. En dat is precies wat ik ergens wil. Die doekoes. Alleen maar extra money. Waar is snoepkraampje 1? Volgens mij zat hij hier achter toch ergens. Er zit nog ergens een snoepkraampje. Niet precies waar. Maar dat was hier, toch? Prijzen synchroniseren. Even kijken. Waar ik hem neergedumpt. Oh, dat was daar. Ik heb geen trek. Er komt toch trek erop. Een limonade. Die zijn over in het park even duur. Wat een berg. Wat zie je in één keer, zeg. Jezus Christus. Ik ga even een schoonmakertje naartoe halen. En een extra opleiding. Nog een extra opleiding. En nog een extra opleiding. Even wat jij gaat volgen, zeg gewoon een beetje dit pad. Want die zijn best wel een intensieve attractie. Dus dit ga jij maar onderhouden. Is die attractie nu al kapot? Hij is net nieuw. What the heck? Oeh. Zo heb ik extra monteurtje erbij. Nee, niet dit. Zo, dat was hem. Ja, één monteur is al veel te weinig. Jezus. Ik heb al die jaren volgehouden in dit park. Met één monteur. Draait dit als een beetje winst? Ja, een beetje. Het draait. Per uur is het niet zo heel veel, maar het maakt winst. Dit ook. Dus dat is op zich goed genoeg. Nee, die lening moesten ze dan ook even aflossen. Dat betekent, mensen roepen van... Grote limonade. Meer in limonade vinden ze ook goedkoop. Groot en medium. Even aanpassen. Is hier te druk. Oh kijk, nu weer bijna 600. Jezus Christus, waar gaat het hard. Maakt deze wel een beetje winst. Bij een opleiding. En... Ja, wat is de stemming nu van hun? Weer happy. Prachtig. En die is ook weer happy. Zo, precies zoals het hoort. Blije schoonmakers is een goede schone vloer.
Ja, come on. Bijna, bijna, bijna. Weer naar de 5000. Gewoon extra salaris in plaats van een opleiding. Word je ook weer blij. Eigenlijk wil je alleen nog een roze pakje geven. Maar ja, dat wil jij denk ik ook niet hebben. Bezoekers hadden honger, dat je net kan roepen. Nou, gewoon lekkere bisonburgers. Je hebt niet genoeg geld. Maar nu heb ik het wel. Of betaal ik niet? Voor een gewone hamburger. Oké. Okay. Dan heb je in ieder geval een nieuwe winst. Merchandise doet ik altijd wel goed. Of weet ik het weet. Nou, om zo even 20 cent duurder maken alvast. Ik vind ze wel iets. Nog wat duurder. Over dat alles 10 cent omhoog. Steeds geld waard. Nog steeds. Jezus, hoeveel kan ik nog doorflikkeren? Goeie vraag. Dat zou ik misschien best graag willen weten. Even kijken, zie dat ik weer bijna een nieuwe gedeelte van de lening kan aflossen. De prijs is gewoon al bijna verdubbeld ondertussen. Maar no one's giving a fuck about that. Wat echt het geld waard. Nog een musje duikt het vaak goed. Oké, nog 4000. Ik zit net even in de min. Maar nou dus wel niet meer. Ja, zoals je ziet, mijn financiën gaan langzaam steeds verder omhoog. Ook mijn inkomsten. Zie je, worden steeds hoger. Dat is precies wat ik eigenlijk dus wil hebben. Zo'n hoog mogelijk inkomen. Ja, nou kopen mensen en ik er niks meer. Wat de heks, dat voor onzin. Maar zie dat geld dus binnenstromen dan, jongen. Jezus, gewoon niet gezond. Zou je dat geld best wel niet echt willen hebben? Gewoon zo snel op de bankrekening? Nou, hij is gewoon niet verkeerd. Echt wel zijn geld waard. Not bad. Oké. Echt wat geld waard. Jezus, mensen willen maar geld blijven uitgeven. Oh, stop. Lening afbetalen. Bam, weer wat geld weg. Ik kon een attractie kapot gaan. Oh, hier. Was het echt wel weer zijn geld waard? Verder dan weer iemand? Ja, dus. Ik heb 20 cent bovenop. Laat mij verrekken. Ja, nu zal het dus wel een keer goed zijn. Zo denk ik nu maar een keer over. Klaar ermee. Oké, het enige wat nu nog hoeft te doen, is die lening even af te betalen. Het park waar omhoog te krijgen. En die VIP een succes rond te leiden. Nou, that's it. Dat zou op zich te doen moeten zijn. Waar de pretpark gaat goed is ook heel langzaam omhoog moeten gaan, omdat ik steeds meer winst maak. In principe. Dus even zo. Oef. Nog maar 2k te gaan. Ik ga denk ik eerst mijn park waar een beetje omhoog gekrikken.
al lang genoeg gewacht voordat ik een nieuwe attractie ging bouwen. Laten we deze maar eens even bouwen. Maar ik heb niet genoeg geld. Oh, ik denk als 400. Kom op, mensjes. Kom maar hier naartoe. Ik wil die 400 even snel hebben. Die bijna richting 500. Al dat geld doet me alleen maar goed. Ja, komt u maar met al dat geld. Ik ben net meneer Krabs. Maar alleen 10 keer zo erg. Gewoon niks willen uitgeven, alleen maar willen ontvangen. Dat doet meneer Krabs namelijk ook. De beste manier om te willen investeren. Gewoon niks willen betalen. Ik doe dat trouwens nooit in echt, maar... betaal altijd als je beter wil worden. Behalve in videospelletjes. Dat heb ik echt zo'n afschuwelijk hekel aan. Als je betaalt voor je videospel om alleen maar beter te zijn. Oké, 2 euro vind ik al duur genoeg hiervoor. Goed, zou de parkwaarde weer wat gestegen moeten zijn. Want die moet... Dan ga ik de volgende aflevering hier naartoe. Nog 2 lijntjes omhoog. En dan is er weer een pluspuntje. Ik heb een zwembadje hier ergens bouwen, denk ik hierachter. Een mooie plek voor, hè. Mooi glijbaantje erbij. Levert ook heel vaak wat meer geld op. Wat kan ik hierachter nog helemaal bouwen? Serieus? Hier nog zo'n attractie. Gewoon niet eens afgemaakt is. Oké. Okay. Best wel random. Wacht even, wat als ik deze ga verkopen? Woehoe! I did it! Best wel snel op zich. Extra land te koop. Deze komt volgend jaar pas een keer langs. Maar die sturen we dan hier naartoe. En naar deze achtbaan. Oké, dat hebben we dat ook gehad. Laten we zo snel mogelijk die parkwaarde omhoog krikken. En als die... Er is een VIP aangekomen. Meen je dat? Oké, random VIP komt in één keer langs. Dus dan ga ik hier even een zwembadje aanleggen. Ik hoop dat ze een goede onderhoudsdienst hebben. Ja, natuurlijk. Ze is van alle kanten opgeleid tot de kleuterschool. Anders zou ik toch echt niet durven. Waar is mijn game niet als hard geklitst? Oké, dat was inderdaad een hele random glitch. Oké, op goed geluk dan maar. Prachtig. Dit gaat me echt wel wat geld kosten nu. Zo'n zwembad. Dat weet ik gewoon van tevoren. Maar het krikt de parkwaarde echt heel hard omhoog. En dat is voor mij even heel belangrijk. Ik heb niet eens $4. Seriously. Oké. Wat zit erin? Wat gaat erin? Een bubbelbad. Een mooie duikplank. Die ik genoeg geld voor heb. Oké. Een paar douches. We krijgen een ingang hebben. Nog eens open. Voor 2,50. Kijk. Dat is al een heel eind. Nog een keer een paar mensen ingaan. Is te duur voor mij. Wat nou?
te duur. Het is alleen te duur als je er echt niet in kunt. Maar we gaan de volgende keer kijken hoe de VIP zich gaat gedragen in het park. In ieder geval, ik zeg, laat een like achter, vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doeg!